Hallo, ik ben Debbie Martjena en ik woon in Amsterdam. En ik ben slechtziend. Een paar maanden geleden ben ik aangereden door een automobilist, terwijl hij wel voorzichtig reed. Hij had mij gewoonweg met taststok en al over het hoofd gezien. Het ongeluk had voorkomen kunnen worden. Als deze taststok was vervangen door een taststok waar licht uit kwam. Met dat idee ben ik gaan experimenteren en heb ik prototypes gemaakt. En ik ben nu zover dat ik een prototype heb dat ik wil delen met de hele wereld. Met die lichtgevende stok horen aanrijdingen van blinden en slechtzienden voorgoed tot het verleden. Ik heb een verzoek. Alsjeblieft, deel deze video en vertel iedereen dat ik bezig ben met het ontwikkelen en uitbrengen van een nieuwe, lichtgevende, witte stok.